ja, die oproep om in te grijpen tegen het optreden van IS vorig jaar, dat liep een beetje wonderlijk. Want ik heb geen defensie in portefeuille en ik heb geen buitenlandse zaken in portefeuille. Maar het deed zich voor in de vorige recesperiode. En collega's, Albert Dijkgraaf en Kees van der Staaij, die waren niet bereikbaar. Ik had piketdienst. En toen de radiozender dus vroeg of er vanuit de SGP iemand kon komen om commentaar te leveren over wat er moest gebeuren. Ja, toen was ik de aangewezen persoon. Maar ik ben niet gekoppeld of gemazeld in buitenlandse politiek. Dus in mijn onbevangenheid zei ik gewoon van, ja, ISIS, kijk dan eens wat er gebeurt. Dat is het ultieme kwaad. Dat is de boosheid in zichzelf. Daar moet je tegen optreden als Westen. En toen vroeg de verslaggever, die vroeg van, en zo nodig ook F-16 sturen? En toen zei ik van, ja, natuurlijk, dat moet je desnoods ook doen. Nou, daar schrokken achteraf mijn collega's van de SGP van. Maar gelukkig, binnen een maand waren de Nederlandse F-16's wel beschikbaar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland aan die missie deelneemt. Beste mensen, een maand geleden kopte een landelijke ochtendkrant boven een artikel: het kruis verdwijnt. En als we dat artikel lezen, dan gaat het over de vervolging van christenen in Irak. Het kruis verdwijnt. Het schetst een beeld waarom christenen in Irak, en je kunt er ook voor invullen, Syrië, blootstaan aan vervolging, aan moord, aan afpersing, aan kinderroof, aan kidnapping, aan ontvoering. Sommige zinsneden in dat artikel laten betrokkenen zelf aan het woord. En die dringen diep in je hart. Zo zegt een van hen: wij leefden vreedzaam naast elkaar daar in Irak. Maar op het moment dat ISIS kwam, namen onze Soenitische buren de wapens tegen ons op. De verslaggever signaleert, hij heeft het ongeloof nog steeds in zijn moedeloze ogen staan. En is het hier verder bespreken. Dat waren dezelfde mensen met wie we thee dronken. Dat zijn aangrijpende zinsnedes. Dat artikel moet er nog meer. Als ik de beelden op me laat inwerken, ook zoals die zojuist zijn vertoond, dan moet ik steeds weer denken aan de oude martelarenboeken. Ik ben historicus van huis uit en heb daar dus ook belangstelling voor. En die martelarenboeken, er zijn heel veel uitgaven van, die geven een opsomming van allerlei christenen uit het verleden die het slachtoffer zijn geworden van vervolging, van onderdrukking, van geweld. En sommige martelarenboeken beslaan meerdere delen. En als ik de nieuwsberichten over datgene wat in Syrië, wat in Irak gaande is, met Arameese christenen en andere christelijke minderheden, als ik dat op me laat inwerken, als ik die beelden zie, dan denk ik soms dat er een nieuw deel geschreven wordt. Zo vreselijk zijn die gebeurtenissen. Maar ook zo herkenbaar in vergelijking met taferelen uit het verleden. En dan lijkt het alsof het kruis verdwijnt. Gisteren nog een bericht. Het is niet nieuw. Maar gisteren weer. IS legt Syrische christenen verboden op. En dat bericht, dat houdt dan in dat men zich moet houden aan bepaalde voorschriften. Men geen kerken mag bouwen. Dat er geen kruisen zichtbaar mogen zijn in het straatbeeld. Dat men genoodzaakt wordt om een zogenaamde beschermingsbelasting te betalen. En al dat soort voorschriften tot het dragen van kleding toe. Het lijkt alsof het kruis verdwijnt. Maar dit soort berichten, dat verdwijnt bijna onder de nog veel gruwelijker berichten. Het is alsof de aandacht als het ware weggezogen wordt van datgene wat er gebeurt in die gebieden op het vlak van het dagelijkse leven. Doordat de beelden
steeds maar gruwelijker worden en de berichten steeds maar gruwelijker worden. En daarom is het belangrijk, naar de overtuiging van de SGP, om de positie van christenen in het Midden-Oosten voortdurend aandacht voor te vragen. En als je kijkt naar diverse, inderdaad islamitische groeperingen, die soms ook door de islamitische staat vervolgd en onderdrukt worden. Als je daar naar kijkt, de islamitische stromingen van welke snit dan ook, ze vinden eigenlijk allemaal wel hulpbronnen en steun in andere landen. Maar wie bekommert zich om de christenen? Deze vraag heb ik afgelopen donderdag nog gesteld. Op dit thema in een overleg aan de orde gesteld. In een overleg met minister Asscher. En dan krijg je het antwoord van ja, we moeten wel alle groeperingen die bedreigd worden in het oog houden. Jawel, maar kijk nou eens naar die landen. Al die groeperingen die hebben hun hulpbronnen, hun steun vanuit bepaalde landen. Maar wie ziet er naar de christenen om? Wie maakt zich sterk voor hun veiligheid? En laten we wel wezen, u hebt er al gelezen. Als het Westen doordrenkt van de christelijk-joodse humanistische traditie. Als het Westen, laat ik dan maar even zeggen, het christelijke Westen, in cultureel opzicht in elk geval, het niet doet, dan doet niemand dat. En dan verwijs ik in dat licht ook graag naar een kamermotie van collega Van der Staaij die net voor het reces door de Kamer is aanvaard. In die motie wordt de regering opgeroepen om in internationaal verband te bevorderen dat gevluchte minderheden zich opnieuw veilig moeten kunnen vestigen in gebieden die inmiddels heroverd zijn op ISIS. En hen waar mogelijk bij deze hervestiging zowel in humanitaire als in materiële zin te ondersteunen. Maar eigenlijk gaat het een stap verder. Ik heb de boodschap goed begrepen. Dat is een punt, een humanitair hulpprogramma, ook voor die groepen die nog in de verdrukking leven. Opdat humanitaire hulp ook hen bereikt. En dat neem ik heel graag mee. En ik kan u verzekeren, en ik twijfel er niet aan dat de collega's hier aanwezig dat zullen doen, dat ook de SGP er alles aan zal doen om de terreur in Irak en in Syrië een halt toe te roepen. En daarbij zullen we scherp gespitst zijn op de positie ook van de Armeense christenen. Ook in onze gebeden zullen we hen niet vergeten. Beste mensen, het kruis verdwijnt, stond er boven het artikel. En als je de gebeurtenis op je laat inwerken, dan kan het zijn dat de moed je in de schoenen zinkt. Dat je het gaat geloven, het kruis verdwijnt. Maar wat ik dan zo bijzonder vind, is het slot van het artikel waar ik in het begin naar verwees. Met die kop het kruis verdwijnt. Daar komt weer iemand anders aan het woord. Een moeder, Aida, gevlucht. Maar net voor de vlucht werd haar 4-jarige dochtertje uit haar handen gegritst en ja, onteigend, om het zo te zeggen. Ze was op dat moment dat de verslaggever haar sprak, in handen van de ISIS. Maar, zegt zij, ze hoopt natuurlijk dat ze haar dochtertje ooit nog eens in haar armen zal sluiten. Ik bid dagelijks voor haar, zegt ze. Maar ons geloof kunnen ze ons niet afkomen. En ik denk dat ze daarmee aan diepe waarheid heeft verwoord. Misschien verdwijnt het kruis uit het zadel. Dat is het proces is gaande. Wij hopen, we bidden en we zullen ons inspannen dat dat kruis daar in de straat terug kan komen. Maar misschien moet het op de grond. Maar het geloof zal blijven leven. Daar ben ik diep van overtuigd. Omdat Jezus Christus leeft. Dank u.